We gaan praten met de voorzitter van Hoi. We gaan het hebben over de opening van de studio, de officiële opening, want hij is natuurlijk al enige tijd in gebruik. Hoe belangrijk is dat voor Hoi, deze nieuwe studio, Edsel? Nou, het is ontzettend belangrijk. We zijn inderdaad in maart begonnen na een hele lange aanloop. We hebben er een paar jaar over gedaan om het plan echt helemaal uit te werken. En een half jaar over gedaan om dit ook werkelijk effectief te krijgen. En sinds maart zitten we hier dan. Het is ontzettend belangrijk gebleken. De plek waar we zaten in een woonwijk, daar kwam eigenlijk bijna niemand. Daar moest je heel bewust naartoe. En hier merk je dat er van alles vanzelf ontstaat. Mensen die met elkaar in gesprek gaan. Mensen die bij elkaar in de uitzending komen. En dat is ontzettend mooi om te zien. Dus het belangrijkste bewijs dat het heel belangrijk is. Ja, precies. Want stel nou dat de mensen zijn die het nog niet weten. Waar zit de nieuwe studio? Nou, we zitten in het Huis van Cultuur en Bestuur. Helemaal achter in de bibliotheek. Dus aan de voorgevel. En we zijn tegenwoordig ook heel goed zichtbaar omdat we sinds kort de belettering hebben die we al heel lang hebben gewild. Dus die is er ook. Dus je kunt ons bijna niet missen. Nee, dat kan ook haast niet. Hè? Als je door het centrum loopt, dan kan je niet om Hoi heen. Het springt eruit. Het is springt eruit. Geweldig om te zien. En je kan ook aan jouw gezicht zien dat je er erg blij mee bent. Ja, ik ben er persoonlijk ook heel erg blij mee. Maar vooral al die vrijwilligers die hier rondlopen en programma's maken voor radio en televisie. Die zijn heel erg blij met een plek hier in het centrum van Nijverdal. En we doen het al vanaf maart, zeg jij, hè, in de nieuwe studio. Nou gaan we officieel de opening vieren, zal ik maar zeggen, houden. Wanneer is dat, Edsel? Zaterdag 26 oktober aanstaande, dus vandaag over 2 weken. Dan vieren we inderdaad de opening. 'S morgens hebben we de officiële opening door de burgemeester. En de hele dag tussen 10 en 5 hebben we een open huis. Eigenlijk zoals we dat ieder jaar doen om de mensen te laten zien wat wij allemaal doen op radio. En dan heb je dus de live programma's op de radio. Maar mensen kunnen ook kijken wat er bij de televisie allemaal gebeurt. Er is een proefopname. Je kunt voor en achter de camera staan. En dus dat wordt een hele mooie dag. En ondertussen gaan de reguliere radioprogramma's op die zaterdag gewoon door. Dus de mensen kunnen daar ook een kijkje nemen, toch? De reguliere programma's die gaan inderdaad gewoon door. En dat betekent dus dat vanaf 's morgens 10 uur tot 's avonds 6 uur is er live radio. En dat kunnen de mensen meemaken. En dan is er een prijsvraag. Kunnen mensen een taart winnen. En allemaal leuke dingen zijn er te doen. En dat is zaterdag 26 oktober? Zaterdag 26 oktober, over 2 weken. En hoe ziet de toekomst van Hoi eruit, denk jij, Edsel, met deze prachtige nieuwe studio? Ligt een mooie toekomst voor ons? Een ontzettend mooie toekomst. We zijn heel erg blij met deze plek. En we hebben in het Twentse, want we zijn bezig met het vormen van een streekomroep. Er komt in heel Twente komt 1 streekomroep. En Hoi gaat daarin de lokale identiteit echt behouden. Daar werken we in ieder geval keihard aan. En we hebben een hele mooie basis wat dat betreft op de westflank van Twente. Dus de toekomst ziet er rooskleurig uit voor ons. Absoluut, rooskleurig. En dat is ook belangrijk, toch? Vind jij niet, hè? Ja, dat is ontzettend belangrijk. Want we willen natuurlijk niet alleen dat de vrijwilligers hier hun ding kunnen blijven doen. Dus met radio en televisie en dergelijke bezig kunnen blijven. Maar we willen ook heel graag dat we de inwoner van de gemeente Hellendoorn op een goede manier kunnen informeren. En dat kunnen we zeker vanuit deze plek. Stel nou dat er mensen zijn die op de open dag enthousiast zijn geworden over het doen en laten van Hoi. En daar wellicht een steentje aan zouden willen bijdragen, Edsel. Is dat dan mogelijk? Ja, uiteraard. Want de open dag, eigenlijk iedere open dag die er georganiseerd wordt, dan zijn er wel mensen die heel erg geïnteresseerd zijn in het lokale omroepproduct. Volgens mij ben je er zelf ook een voorbeeld van. En zijn er mensen die dus blijven hangen en die later dus radio en televisie en nieuws gaan maken. En dat is ontzettend leuk om dus kennis te maken tijdens zo'n open dag. En dan zelfs nog te blijven hangen als vrijwilliger. Ja, het klinkt wel heel erg bekend. Nou ja, ja, jij weet er inderdaad alles van, ja. Nou, dankjewel Edsel. Heel veel succes op de 26e en heel veel succes met Hoi. Dankjewel. Gaat absoluut lukken. En we hebben de steun van heel veel mensen hier in de gemeente en natuurlijk van al die vrijwilligers. Dus het komt helemaal goed. Dankjewel.